Wat een club is dat toch, hè? De D66. Oh. Ja, ze doen het toch maar, hè? Ja, ja, ja. En ze voldoen elke keer toch weer aan de verwachtingen. Dat gedrag, zeg, van zo'n partij. Wat een stelletje huichelaars, zeg. En daar passen nog veel meer woorden voor. Hier, ik heb ze eventjes opgezocht een beetje. Hier, achterbaks, wat denk je daarvan? Geniepig, onbetrouwbaar, schijnheilig, stiekem, achter je ellebogen. Dat is het. Ja, dat is D66 met dat gedrag. En heb je dat gelezen? En het is aan alle kanten ook bevestigd. Die Kaag, die kakelende, die heeft dus zeg maar een kwartier voordat Rutte dat hele moeilijke debat inging. Toen belde Kaag, die kakelende, die belde op. Ja, en die zegt tegen de Mark, ja, goede kans dat ze die motie van wantrouwen, dat ze die gaan steunen. Een aantal mensen binnen mijn partij. Hè? Wat nou? Je hebt op die vrijdag heb je met elkaar afgesproken. We gaan de rit uitzitten en we gaan het met elkaar afmaken. Vervelend dat het zo gelopen is. En dan gaan we door. Nee, kwartiertje ervoor. Wist je natuurlijk al lang. Nee, kwartiertje ervoor. Dan bellen we even op met van, ja, waarschijnlijk gaat je kop eraf, hoor. Nou, wat een smerige praktijken zijn dat. En dan later die hele buitengewoon onbetrouwbare, die paternotte, die dat dan ook nog eens een keertje ontkent. Ja, want die hebben dus met elkaar, hebben die dus in dat weekend zitten vergaderen. En die hebben tegen elkaar gezegd, ja nee, de kop van die Rutte die gaat eraf. En dan moet je dus nog met die club, moet je dus nog bijna een jaar verder met dit soort gluiperigheid en achterbaksigheid en geniepigheid. Daar moet je dus allemaal mee gaan werken nog. Vrienden. Het kan toch niet zo zijn dat die D66 na de verkiezingen, dat die dan weer aan de macht komen. Dat kan toch niet. Nee, dus. Dus, de ober, die heeft dit allemaal opgeschreven. Ja, dat heeft hij mij gezegd. Hij heeft dat allemaal genoteerd. En de ober laat weten dat hij niet kan wachten tot de verkiezingen beginnen.